We hebben Gibraltar. Ja, jullie hebben Gibraltar. Dus Schotland tegen Amerika. Dus nou zeg ik, meteen een, Gibraltar is zo'n beetje het makkelijkste land wat je kon loten. Op China na misschien. Ja, is dat zo? Want Gibraltar is natuurlijk wel een Engelse kolonie. 1 bij 1 kilometer groot. Ja, Delft, waar ik woon, weet in Gibraltar. Allemaal wel, maar ze kennen daar toch ook wel aardig dat. Hallo allemaal weer. Een nieuwe Darts Insight. En een hele speciale deze keer. Geen Koert Westerman, dat is al speciaal natuurlijk. Maar nog speciale gast, Raymond van Barneveld. Mijn naam is Jacques Nieuwlaat. En wij doen vandaag Darts Insight samen, Raymond. Gezellig. Ja, ik hoop dat het gezellig wordt in ieder geval. We gaan natuurlijk even terugkijken op de Premier League. Daarna gaan we natuurlijk vooruitkijken op de World Cup of Darts. We hebben kijkersvragen van onze kijkers. En we sluiten zoals altijd weer af met een leuke video. Dus dat komt allemaal goed. We beginnen bij het begin. De play-offs van de Premier League. Ja. Ja. My. Bizar. Een hele snelle finale van Michael van Gerwen natuurlijk. Ja, een ongelooflijk gemiddelde. Ja, genot om naar te kijken. Maar die vragen soms ook wel eens af, wat heb je voor nodig om deze man te stoppen als hij in deze vorm verkeert? Is hij te stoppen dan? Nou, niet in deze vorm. Met zoveel gemak. Er zijn maar heel weinig mensen in deze dartwereld die hem dan bij kunnen houden. Gary Anderson is daar een speler van met dat kaliber. Michael Smith misschien ook wel eigenlijk. Ja, ja, groot ook heel makkelijk. Maar ja, kijk, als je begint met 12-12-11, ja, dat is niet te breken. Weet je, dan moet je 9 darters gaan gooien. Ja, dat is nagenoeg onmogelijk. Dus ik vind dat Michael Smith het fantastisch heeft gedaan, deze Premier League. Echt alle lof. Uiteindelijk, Michael, de terechte winnaar, heeft ook de league gewonnen. Ja. Dus in mijn ogen de terechte winnaar van de Premier League. Voorafgaand aan de Premier League waren 4 nieuwe namen dit jaar. Dat was nog wel wat, wie nou niet. Geen Wade, geen Chisnell. Ja. Achteraf bekeken, denk je dat er goede keuzes zijn gemaakt? Ja, al moet ik zeggen, James weet het op de vloer weer heel erg goed doet. Een Euro-tour, dus die is echt wel weer op de weg terug. Chisnell verraste mij wel, omdat hij toch eigenlijk gewoon in het laatste gedeelte van de Premier League van vorig jaar, gewoon na Judgment Night, gewoon een enorme goede run heeft gehad. Dus dat, ik vind Dave gewoon echt een fantastische speler. Gooit veel 180'ers, goede finishes. Ja, werd ook eigenlijk aan voorbij gegaan. Ja, Gurren Price, wat kun je daarvoor zeggen? 2 punten gehaald in 9 wedstrijden. Dat is pijn, natuurlijk erg matig. Nooit een wedstrijd gewonnen ook. Nee. Dus wat dat betreft, Gurney het wel waanzinnig gedaan. Whitlock begon goed, hè? 6 punten uit 3. Sujevic, kwam ook wat laat op gang. Jij noemt hem laat. Het is een beetje de grijze muis van deze Premier League geweest. Wie? Sujevic. Ja, inderdaad. Ik denk dat het hem ook wel lastig is om Oostenrijk, weet je, vluchten constant. Er zijn natuurlijk 2 vluchten. Kijk, ik vlieg natuurlijk heel makkelijk vanaf Amsterdam naar Engeland rechtstreeks. Maar hij moet wel altijd uit Oostenrijk komen. Dat gaat na verloop van een paar weken gaat dat toch wel opbreken, denk ik. Oké, even kort, want het is Darts Insight. Ja. We hebben Sylvia weer ergens hier, die is super streng voor ons. Ja. Volgend jaar, we hebben de grote 4. Rob Cross, Peter Wright, Van Gerwen, Anderson in de top 4. Ja. Die zitten er gewoon weer bij. Gurney zit er ook weer gewoon bij. Jij zit er gewoon weer bij. 6. Dat hoop ik, Die zit er gewoon weer bij. Wie komen er nou nog bij? Ja. Of blijft het toch een beetje dezelfde? Michael Smith zit er natuurlijk gewoon weer bij. 7. Michael Smith, ik denk dan toch wel misschien toch Wade weer erbij. Chisnell. Lewis is wel weer aan de betere hand. Maar je moet natuurlijk ook wel een spraak maken in de Premier League hebben natuurlijk. Maar misschien gaat er ook dit jaar wel iemand opstaan. 1 nieuwe naam. Altijd 1 nieuwe naam. Barry Hunt wil altijd 1 nieuwe naam. Ja. Ik wil hem alvast nu van jou. We zitten nu in mei. Wat is de nieuwe naam volgend jaar in de Premier League? Wie gaat daar zijn debuut maken? Ik zou zo 1, 2, 3 niet kunnen Cappy zeggen. Misschien? Ja, dat zou een hele goede kans hebben zijn. Zal ik dan een andere Australiër zeggen? Zeg ik Carl Anderson. Kyle Anderson. Ja, kijk, ik denk dat de belangen natuurlijk met de Australische televisie ook hoog zijn. Vandaar ook Whitlock. Maar er gaat zeker daardoor een Australiër bij zitten. En ik zou niet weten waarom Cadby dat niet zou kunnen zijn. Ja, visumproblemen heb ik wel eens gehoord. Dus dat is nog een lastig verhaal. We hebben teruggekeken op de Premier League. We gaan ook meteen weer vooruitkijken naar de World Cup natuurlijk. Ja, je titel verdedigen. Kijk, dit is nou zo'n beker, hè? Ja, die is mooi, hè? Daar kun je mee thuiskomen. De wereldbeker. Dat is de wereldbeker. Ja. Maar hoe werkt dat nou? Jij en Van Gerwen hebben hem samen gewonnen. Ja. Was jij gewoon sneller? Heb jij hem in de achterbak van je auto gegooid? Ja, zo is het eigenlijk wel gegaan. We mochten hem in feite niet meenemen. Kijk, Mike wint natuurlijk heel veel toernooien, heel veel bekers. Dus ik zeg, vind het oké als ik hem mee naar huis neem? Want ik heb natuurlijk ook mensen die mij natuurlijk jarenlang ondersteunen met sms'jes en altijd zijn voor me. Dus
Ja, dan stond hij in mijn pand en mensen die dat leuk vonden konden even een fotootje mee maken. Dus op die manier. Maar ja, ik breng hem dan ook zelf over 3 weken mee terug naar Duitsland. Er is zo'n plekje dan in jouw trofeeënkast waar geen stof zit, zeg maar. Daar, waar die kan hij mooi weer terug, of niet? Ja, dat wordt allemaal netjes bijgewerkt. Precies, ja. Maar hopelijk is het voor 3-4 dagen en dan mag hij weer terugkomen op die plek. Ja, World Cup of Darts. Ja. Gewonnen door Engeland of Nederland. Gaat er dit jaar een ander land winnen? Nou ja, goed, Schotland heeft natuurlijk een heel sterk team. Nee, Schotland heeft 2 goede spelers, maar heeft geen goed team. Nee, inderdaad, dan zeg je het goed. Gary en Peter zijn natuurlijk geen vrienden. Maar goed, ja, uiteindelijk willen ze ook gewoon hun duty doen. Ja. Weet je, ze worden toch ook gewoon geselecteerd. Engeland natuurlijk, wat ik wel heel apart vind. Ze hebben als regel zeg maar de eerste 2 hoogst geëindigde op de wereldranking. En vandaar dat Chisnall gaat spelen voor Engeland. En zou je toch denken van ja, Michael Smith doet het fantastisch op het moment. Ja. Waarom krijgt hij die kans dan niet? Ja, dan zul je bij de PDC moeten zijn. Maar ik denk dat Michael Smith met Cross had moeten spelen, lijkt mij. Ja. Om kans te maken. Natuurlijk veel nieuwe namen erbij. Voor België natuurlijk. Dimitri van den Berg in plaats van Ronnie Huibrechts. Nu samen met Kim spelend. Maar ook de Oostenrijkers, Mensur en Lerbacher. Ik heb een paar lijstjes. Je zit aardig mijn lijstje met outsiders er nu op te noemen uit je hoofd. Maar ook Polen, hè? Bijvoorbeeld Ratajski en Kanik. 2 fantastische spelers. Levensgevaarlijk. Echt ik waar. Wilde ze noemen. En de andere die ik wilde noemen zijn de Russen. Ja. Onderschat ze niet. Zij hebben de World Cup koppels gewonnen in Japan afgelopen jaar bij WDF. Ja. Ja. Ze kunnen ook een beetje koppelen nog, die 2. Ja, maar we hebben ze wel eens gehad, Martin en ik. Dus nee, wij weten gewoon dat het gewoon echt hele vervelende koppels bijlopen. Loting is geweest. Ja. Die heb ik hier ook nog ergens. Ja, ik heb zoveel papierwerk. Omdat ik niet meer weet waar de loting nou is. Ik praat even door, dan zoek ik de loting even op. Ja, we hebben Gibraltar. Ja, jullie hebben Gibraltar. Dus Schotland tegen Amerika. Dus nou zeg ik, meteen een Gibraltar is zo'n beetje het makkelijkste land wat je kon loten. Op China na misschien. Ja, is dat zo? Want Gibraltar is natuurlijk wel een Engelse kolonie. 1 bij 1 kilometer groot. Ja, Delft, waar ik woon, is groter. Wel, maar ze kennen daar toch ook wel aardig dat, hoor. Dus, en de eerste ronde is in koppels, hè? Best of 9 legs. Dus maar ja, goed, Mike en ik koppelen bij normaal gesproken altijd zolang heel goed. Je Finland in je achterhoofd houdt, zo, zeg ik altijd, dat moet het goed komen. Dat klopt, we moeten snel door, Reem. Ja, ik vind het veel te leuk namelijk. We gaan naar de kijkersvraag toe. Ja. En de eerste kijkersvraag is van Koert W. uit Oudewater. Hey Raymond, zoals je ziet heb ik het veel te druk. En ben ik dus kijker naar Darts Insight deze keer. En dus heb ik een kijkersvraag voor jou. En die luidt, ben je eigenlijk al lid van ons YouTube-kanaal van Darts Insight? Het is namelijk zo, we zitten in een hevige concurrentiestrijd met Slipstream over het aantal volgers. Dus ik zou het wel leuk vinden als jij ook, zeg maar, abonnee zou willen worden van ons kanaal. Wil je dat of ben je dat al? Ik ben het al. Je bent het al? Toe. Kijk, dat zal Koert goed doen, hoor. Ja. Ik vind het hartstikke leuk om naar jullie te kijken. En ik heb zelf ook een YouTube-kanaal. Nou, ik heb het hier staan. Je eigen vlog. Ja. Leuk om te doen. Zo. Ja, kijk, ik heb wel vragen voor je, hè? Niet altijd van die makkelijke vragen. Volgens mij is het voor The Eye of the Tiger, hè? Ja, RVB, Through the Eye of the Tiger heet het op YouTube. En we proberen gewoon alles te laten zien, een beetje achter de schermen. Al is dat niet altijd mogelijk van de PDC, hè? Ze willen niet dat we echt in de ingooiruimte filmen. Maar we proberen wel elke week een beetje te laten zien wat je nou allemaal meemaakt. Daarnaast een stukje hobby wat ik doe. Volgende maand ga ik met Jacob en Sylvia op vakantie naar Amerika. Gaan we ook echt naar Philadelphia, waar het Rocky standbeeld staat. Okay. Dus gaan we allemaal vloggen. Kijk, Rocky Balboa, een gigantisch voorbeeld van mij. Gezien ook de Eye of the Tiger, die song. Dus allemaal leuke dingen. En dat proberen we met jullie te delen. Dus ik denk dat het leuk is om in te kijken. En zo kijk ik ook naar dit programma. Lekker ontspannen. En wie weet, misschien krijgen we nog eens een keer een crossover tussen Through the Eye of the Tiger en Darts. Je weet dat niet, het ontstaat. Belangrijke kijkersvragen van onze echte kijkers. Marinus van Nobelen die vraagt, heb je nog bepaalde rituelen voor een wedstrijd naast het ingooien, zeg maar? Nee, niet veel. Nee. Het blijft toch wel voornamelijk bij ingooien. Af en toe ga je even zitten. En, maar
De hele tijd is het ook geweest, dan mocht je niet meer in je telefoon. Nu mag dat weer wel. Nou, heel af en toe dan kijk je even. Maar je trekt niet altijd eerst je linkerschoen aan dan je rechterschoen? Nee. Nou ja, dat doe ik in feite wel. Maar niet dat ik erover nadenk of zo. Okay. Nee. Erik Jellema, blijf je na je carrière ook nog een actieve rol houden in de dartsport? Bijvoorbeeld als manager, zoals Kidella. Ja, ik zie mezelf niet als echt een manager. Misschien op afstand. Maar om dan daarna weer elke week alsnog dat vliegtuig in te moeten... Dat vind ik wel een hele opgave. Op afstand lijkt me dat wel leuk om misschien jonge spelers, talentvolle spelers te begeleiden. En ja, daar sponsors voor te vinden. En misschien op de achtergrond erbij te blijven. Want een Engelsman is natuurlijk altijd wat makkelijker. Zoals een speler als Deller. Die woont in dat land. Hè. Ja. Wij moeten elke week toch dat vliegtuig nemen. Dat is natuurlijk toch wel een probleempje. Goeie vraag. Rick Alkema. Hoe realistisch vind je het zelf dat je nog een zesde WK-titel in je carrière gaat halen? Nou ja, als je vanavond hebt gezien, niet zo. niet jezelf tekort doen. Nee. Maar kijk, weet je, het is de laatste 3 jaar stuitje op Mike. Eén keer gewonnen, 2 keer verloren. Ja, als je misschien andere spelers loopt en je komt hem later tegen, wie zal het zeggen? Je weet het allemaal niet. Mike is natuurlijk wel de te kloppen man op het WK. En samen met Gary en nu ook Rob Cross. Dus het is zeker geen gemakkelijke opgave. Maar ja, goed, je moet wel blijven dromen, geloof in blijven houden. Want als dat niet meer zou zijn, dan zou ik dat soort uitspraken ook niet doen. Maar het lijkt mij natuurlijk wel geweldig als je ook nog eens met zo'n mooie titel thuis zou mogen komen. En dat aan je kleinzoon en je kleindochter te mogen laten zien. Ik leg het wel eens uit aan mensen. Ik denk dat de WK-titel voor jou de makkelijkste titel is om te winnen. Ja. In principe. Ja. Want je kan heel goed namelijk 1 wedstrijd per dag spelen. Goed focussen erop. Juist. Terwijl een UK Open waar je 4 wedstrijden op een dag moet spelen, daar word je een beetje te oud voor. Of een Eurotour ook. Hè. Dat valt niet mee. Je speelt natuurlijk om een vrijdagavond, een zaterdagavond en dan op een zondag. Als je het toernooi wil winnen, moet je 4 wedstrijden spelen. Ja, dat kost gewoon heel veel energie. Dat kost veel tijd, concentratie. En ja, je merkt toch, je wordt een jaartje ouder. Dat gaat allemaal niet zo makkelijk meer. Nee. En ja, die jonge honden, ja, die staan daar gewoon. En dat niveau is gewoon bizar. En we proberen het wel. Maar uiteindelijk, ik heb hem ook geprobeerd 3 keer te plaatsen voor de Eurotour. Ook voor Zwolle heb ik het geprobeerd. Maar ja, goed, dan komen er ook mensen op je pad zoals een Steven Bunting of een Johnny Clayton. Ja. Die op dat moment gewoon echt waanzinnig in vorm zijn. Ga je het proberen voor Maastricht weer? Nou, dat ligt eraan, want ik zit met mijn gezin zit ik in Euro Disney. Oeh, dus, gezellig. Ja, we wisten niet wanneer Maastricht ging vallen, dus ik heb het 1 jaar van tevoren geboekt. Ja. Dus of we gaan nog kijken of we dat kunnen halen, maar helemaal zeker weten weet ik niet. We gaan erachter komen. Ja. En voor jou, speciaal voor jou, want we eindigen altijd met een video. Oh, kijk. En we hadden het over die WK net, die zesde titel. Ja. Er zijn beelden waar je nooit genoeg van kan krijgen. We gaan nu afscheid nemen van onze kijkers. Onwijs bedankt weer voor het kijken. We zijn daar snel weer met de volgende editie van Darts Inside. Maar we verlaten u met deze prachtige beelden. Raymond, bedankt. Aangenaam. It's there! It's there! Look at him! Ray Barnaby! He's crying! That's what this title means for him. Look at the tears, look at the scenes. So much emotion.